Kenny Thijssen verhuisde in de winterstop naar het zuiden van het land en streek neer in Helmond. Daar moet de linker vleugelverdediger nog wel even wennen. Kenny kreeg de schrik van zijn leven toen hij 's morgens de gordijnen opende. Ja, ik schrok eigenlijk. Ja. Ik zag opeens een hoog iets met allemaal kleurtjes. Ik dacht, wat is dit? Maar ja, dat was ik vergeten. Het was carnaval. Ik hoorde al rare muziek en zo. Ik ben dan weer voor gezeiken hier zo. Toen keek ik, zag ik al vrolijkheid en outfits en gekke versierde tractors en zo. Tegen Sparta Rotterdam kan Thijssen eindelijk echt wennen aan zijn nieuwe omgeving. Hij maakt zijn debuut. Dit seizoen begon bij Utrecht heel goed voor mij, maar voor de rest van het is eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest. Dus voor mij kon dit moment niet snel genoeg zijn. Het was ellendige tijd had ik even. Dus blij dat ik weer kan ballen. Want bij FC Utrecht speelde Thijssen dit seizoen 2 wedstrijden en kreeg dus veel blessures. Hij is naar Helmond gegaan toen hij nog niet was hersteld. Mijn eerste weken zijn oké. Mijn allereerste week was vooral afzien. Ik weet niet wat ik... Ik heb gekke trainingen gehad, echt. Hoezo? Alleen maar lopen, sprinten. Het was meer een atletiekclub voor mij in het begin. Dus ik kon niet gauw genoeg fit zijn om daar vanaf te zijn. En nu ben ik fit en nu kan ik gewoon normaal met de groep meedoen, trainen en mijn minuten maken. En die minuten maakt Kenny als linksback. Thijssen staat hoog in het veld en moet aanvallend ook wat brengen. Het is net wat iedereen nodig heeft en hoe je het zelf wilt zien. Ik wil in ieder geval wel mijn vrijheid hebben om naar voren te kunnen gaan. Om daar voorzetten te geven of een keer zelf om op doel te schieten. Dat wil ik gewoon vrijheid kunnen doen. Is dat van de backpositie of middenveld of ergens anders, ja. Maakt mij in principe niet zoveel uit. Het is al de tweede verhuurperiode. Vorig seizoen speelde Thijssen bij FC Os. Kenny weet dat goed presteren nu echt noodzakelijk is. Mijn seizoen afmaken hier. Elke wedstrijd spelen vanaf nu. Zo goed mogelijk spelen. En dan weer zien wat mijn volgende stap is en waar ik aan toe ben. Ja, want voor jou begint het nu, dit seizoen, het is wel een beetje erop of eronder nu. Ja, het is zeker drop of donder. Ik ben nu fit, dus nu mag ik het laten zien nog 2 of 3 maanden. Dus moet ik ook doen. De wedstrijd tegen Sparta eindigt in de slotminuut in 1-1. Thijssen kreeg complimenten voor zijn spel. Wie weet wat deze verhuurperiode voor zijn tijd bij Utrecht betekent. Ja, ik vind het lekker rustig, laat mij maar gaan. Als ik goed speel, dan word ik vanzelf wel weer gezien en opgemerkt. Dus dat is mijn doelstelling, mijn taak.